We branden nou meteen los met een traditionele kostuumshow van de groep Seni Budaya Indonesia. En hier ziet u als eerste de dracht van Karo Batak uit Noord-Sumatra. Dat is de ulos, die rok. En een beeldige, zeer speciale hoofdtooi ziet u. En weet u, die ulos, dat heeft speciaal een betekenis. Elke groep heeft een ander weefsel, ja. En daar komt van Padang al, van midden Sumatra, de dracht. Kijk dan beeldig, die blouse en een mooie slendang. Die slendang, dat is die sjaaluitjes thuis. Kijk, die hoofdtooi, er zitten zelfs kleine vogeltjes, weet je, in haar wrong. Schattig, ja, ook van achter, ook zo beeldig opgemaakt, ja, met al die kleine klitikan. En die sarong heet sarong songkep. Oh, daar komt de volgende al, Palembang. Dat is de dracht uit Zuid-Sumatra. En deze dracht wordt Dodot Sriwidaya genoemd. Ook beeldig, ja, die sarong. En kijk dan op haar voorhoofd, lui. Een diadeem van fluweel en daarop metalen bloemetjes en vogeltjes en trilveertjes. Meisje, laat even je handen zien dan. Kijk, die nagels. Mooi, ja. En de kleur is ook zo beeldig. Dit zal velen van u thuis wel bekend voorkomen. Dat is een kebaya op een lange sarong. En dat, die rok heet kain panjang, ja. Dat zullen we zo laten zien. Een sjaal, een slendang eromheen. En ook de klassieke haarwrong met mooie sieraden erin, ja. Mag ik eventjes de voorkant zien, meis? Ja, u ziet daar een waaiervormige plooi, ja. Dat is een werk, weet je lui, om dat helemaal te plooien. Dank je wel, hoor. En dan komt van midden Java, Yogyakarta, de dracht van daar, ja. En let even op de keu van dit meisje, dat noem je de dodot. En die dodot wordt slechts gedragen door hooggeplaatste personen, jelle. Mooi, ja. En de sieraden hebben de vorm van een dier, in dit geval een pauw. Kijk, op haar voorhoofd platte sierkam en ook aan de slapen twee schattige sierkammetjes, ja. En een beeldig sleepje erachteraan. Dank je wel, hoor, meis. En daar komt het meisje van Bali. U ziet die lange haarstaart. Dat betekent dat zij nog niet getrouwd is, weet je lui. En kijk haar middel. Helemaal ingesnoerd tot op de borsten toe, weet je. En een slendang zo, die sjaal aan de achterkant. En beeldige bloemetjes allemaal in haar haar gestoken, ja. Die band om haar middeluitjes, die is wel 2 of 3 meter lang, geloof ik. En 8 centimeter breed. Kijk, 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 Timor is dit, Timor. Ziet u hoe mooi, dat is ook een zeer speciaal weefsel, ja, kijk. Een goudkleurige centuur eromheen. Een slendang weer, een sjaal. En op haar voorhoofd, typisch voor Timor, lui, die halve maanvorm. En ook kleine bewegende bloemetjes achter in haar haar gestoken, ja. En daar komt van Sulawesi. Dat is voor ons als lebes van vroeger, ja? De baju bodo. Kijk, kijk, die sarong. Zuiverzijde luitjes met een ruitmotief. Een beeldige bloester over. En ook allemaal mooie versierseltjes in het haar. Ze dragen dit daar bij Makassar, wat nou Ujung Pandang heet. Ja, luitjes. En dit was het dan alweer, ja? Jammer, ja, al voorbij, ja? In ieder geval, hartelijk dank, ja? Luitjes van de groep Seni Budaya Indonesia. En dit is de leidster luitjes thuis, Jenny Philippens Jen. Mijn complimenten, hoor. En ik wil even de andere man van de groep bedanken. Hij durft niet voor de camera te komen, lui, verlegen, zelfs hier bij Tante Lien Suda. Ik wil hem even bedanken, Prankie Beats. Dank je wel. Dank je wel, hoor, meisje. Ga maar lekker stroop drinken en lekker koekjes eten, ja?